Neem even de tijd naar deze film te kijken. Zie het als gevonden tijd. Kijk met je hart. Met je ogen zie je niets. Spiegel, een voorstelling van de Lachende Zon, Theater van de Zintuigen. Een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt voor mensen met een ernstige, vaak meervoudige, verstandelijke beperking. We repeteren met Erik, onze regisseur. De twee dames, een zo goed als identieke tweeling, zijn wat onzeker, omdat ze denken dat de anderen hen niet mooi vinden. Echte schoonheid zit van binnen. We zijn in de studio. Neem de muziek op voor de voorstelling. In de voorstellingsspiegel zijn geluid en muziek erg belangrijk. Een universele taal die iedereen kent, herkent en die zorgt voor verbinding. We vinden het fijn als ons publiek voor de voorstelling alvast kan luisteren en na de voorstelling kan nagenieten. De spelers, die ook muzikanten zijn, spelen met poppen, met spiegels, met instrumenten en met het publiek. Kijk naar jezelf, wie is dat daar in de spiegel? Je ziet jezelf, we zien elkaar. Er wordt gestreeld en gesmeten, gezongen en gekrijst, gedanst en versteeld. Iedereen is van harte welkom de voorstelling bij te wonen. Begeleiders, vrienden en familie. Of nodig ons uit om bij jullie te komen spelen. Kijk voor meer informatie of hoe u ons kunt ondersteunen op www.delachendezon.nl.